Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe weekvlog. Ik ga vandaag voor jullie weekvloggen, aangezien dat het mijn birthday weekend is. Het is vrijdag namiddag. Ik dacht, ik begin de weekvlog. Ja, jullie weten hoe dat gaat bij mij. Het is niet echt een weekvlog, maar ik noem het dan maar een weekvlog. Aangezien dat het gewoon vloggen is over meerdere dagen. Maar ik begin hem dus vandaag op vrijdag, want ik ben morgen jarig. Superleuk. Ik word morgen 27. Dus ja, ik word 27 en dat is het laatste jaar als koppel zonder baby. Mijn buik is al stevig gegroeid sinds dat jullie het laatst gezien hebben. Het is echt gewoon, heeft een gigantische groeispurt gehad. Ik ben nu 25 weken. Ja, ik ben 25 weken dit weekend. En echt, mijn buik is in 3 weken echt gewoon nog eens verdubbeld. Dus het is echt, ja, het is echt heel hard gegaan. En het kleintje zit ook echt heel erg vooraan. Ik draag heel erg laag en naar voren. Dus ik heb echt zo een laag punt buik, maar dat is wel echt heel leuk. Vanavond gaan we lekker uit eten met mijn ouders. We gaan naar een Mexicaans restaurant. Daar had ik zin in. En ik heb trouwens een leuk blouseje aan van Pink Blush Maternity. Oeh, zit mijn BH een beetje erdoor. Maar ik heb hem hier wel nog, nou heel stom, maar ik heb hem hier door het ringetje van mijn broek gestoken. Want als ik hem gewoon los deed, was het echt gewoon één grote jurkachtig ding. En Zoe kwam daarnet al thuis met iets super lief. Namelijk een heel mooi bosje bloemen. Dus dat fleurt onze living ook weer al op. Dus voor mijn birthday. Yes. En ik heb in de keuken ook al een heel mooi bosje bloemen staan. Niet van Zoe, maar van Bloemon. Superleuk. Ja. Met mijn dikke buik. Het is echt, ja, even wennen. Dikke buik. Dat wel. It's my birthday! Superleuk! 27 en dit is wat er in de keuken hing vanmorgen als ik wakker werd. Zo leuk! We gaan eerst lekker, ik ga een chai latte maken, zo weer een cappuccino. En dan gaan we straks lekker buitenshuis ontbijten. Dat is zo'n beetje traditie van de afgelopen jaren. Dat is altijd leuk, dat doe ik graag. Wij zijn net terug van de stad. We zijn nog eventjes naar Mechelen geweest. Lekker daar een beetje gaan rondwandelen. Een paar dingen gekocht. Voor Zoe vooral en voor het kleintje nog een heel lief hemdje. En voor mezelf heb ik deze gekocht. Tupperware fles van 1 liter, denk ik. In het Bordeaux. Vind ik heel leuk. En ik zou graag nog 1 maat kleiner erbij willen. Maar dan liefst wel in dezelfde kleur. Maar die hadden ze niet. Dat is zo'n pop-up winkeltje. In de stad. Dus daar ben ik heel blij mee. En ja, gewoon gezellig daar ook een koffietje gaan drinken. Zo, en nu chill. Het is 5:20. En ik ben vanavond een pizzaatje ergens gaan eten. Dus ja, gezellig. Fijn dagje. Er is net een super mooi pakket binnengekomen van Moos. En Moos is echt een gigantisch mooi merk aan luiertassen. Ik ga hem unboxen met jullie. Ik heb een heel mooie tas omheen gedaan. Dat ik achteraf ook nog kan gebruiken. Of gewoon een luiertas kan bewaren. En dat is echt mega mooi ingepakt. Dit is Easy Elegant model van Moos Bags. Hij is redelijk afgerond en dat vond ik er wel heel mooi aan. Ik vond het wel leuk dat dit eraan zat, die ringetjes, dat die straps, als je hem aan de kinderwagen hangt, dat die mooi naar beneden hangen. En dan vooraan heeft hij 1 zakje hier, waar je nog iets kleins kan instoppen. Maar ze hebben dus echt super veel verschillende modellen en je hebt deze ook in cognackleur, dus niet alleen in zwart. Er zit een lange strap bij voor over de schouder te dragen. Voilà, en langs binnen ziet hij er zo uit. Je hebt hier 2 compartimenten met isolatie, of toch al 1 met isolatie waar je flesjes kan instoppen of iets om koud of warm te houden. En dan nog een ander flessenhoudertje. Nog een heel grote rits. Dus aan de andere kant heb je een groot vak verdeeld in 2, met hier nog zo plaats voor luiers of een extra setje of zo. En aan deze kant zit er dan een verschoonmatje in. Gewoon een mooi verschoonmatje. En voor de rest heb je echt wel meer dan genoeg ruimte voor alle spulletjes die je nodig hebt. Ik vond hem echt, hij is echt super mooi. Er zitten nog 2 dingen in de doos. Dan ik. Dit zijn de straps voor aan de kinderwagen. En die zien er zo uit. Dus die bevestig je dan zo rond de kinderwagen. Dan zit de kinderwagen hier en dan klik je die hier
zo aan vast. Dus je hebt die dan ook in het cognac en in het zwart. Dat zijn de shoulder straps en die komen ook goed overeen hierbij. En dan heb ik nog een laatste pakje. Het is echt mijn verjaardag. Leuke cadeautjes. Nog een extra lange shoulder strap, maar dan in een leuk dierenprintje. Ze hebben ook zo allemaal van die toffe etuietjes en zakjes. En dit is echt zo, ja, een beetje een dierenprintje. En zo voelt het ook aan. En dit is dan zo een lange strap voor eromheen, voor zo wat extra, voor een extra leuke touch. Als jullie tips hebben om wat er echt in mijn luiertas moet, ben ik echt heel benieuwd naar. Ik bedoel, basics. Daar heb ik zo wel een idee van, maar wat kan jij echt niet missen in je luiertas? Let me know in de comments en dan kan ik al helemaal voorbereid deze gaan inruimen. We waren op weg naar de pizzeria en ineens had ik echt een mega craving voor ribbetjes. Dus ik heb het restaurant gebeld en ze hadden nog net een plekje vrij voor ons, voor nu. Dus we zijn omgedraaid en we gaan nu ribbetjes eten. Dat is echt de eerste craving die ik heb tijdens de zwangerschap waarvan ik denk, oh, daar heb ik echt zoveel zin in. Ik ben zo blij dat we ribbetjes gaan eten. Echt zo old school birthday dinner, want dit deden we vroeger dus ook altijd op mijn verjaardag. Maar wel echt lekker. Oh, haha, de best. Ribbetjes met karamel. Lekker frietjes. Smaakt er zoiets. Heel lekker. Niet. Zo lang geleden. Ja, yummy. Goedemorgen en welkom bij zondag. We hebben vanmorgen lekker ontbeten en ik denk, hoe laat is het nu? 11 uur. En wij zijn aan de slag gegaan met onze gordijnen. Die zijn namelijk afgelopen week binnengekomen. Die ben ik gaan afhalen en dit zijn ze. Ik zal misschien even laten zien het stofje en zo. Het stofje. Helemaal mooi gevoerd langs de binnenkant en we zijn nu aan dit raam bezig om ze hier op te hangen, maar even aan het berekenen hoe ver tegen het raam en zo. We zitten natuurlijk wel met die gordijnbak. Kat vindt het al helemaal leuk en of dat we het er dan nog goed op krijgen en zo. Het is zo'n systeem van die schuifdinkies. Dus dan is dat hier weer helemaal aangekleed. Ik heb ze zelf besteld bij Hema en ik had daar wel heel veel goede reviews van gelezen op internet. Ik vond die prijs gezien wel goed waren. We hebben dan ook nog korting gehad, omdat het zo'n actie was. Hoeveel hebben we gehad zo weer? 20%? Ik denk het. Omdat het zo'n actie was tijdens de winter. En het heeft, denk 7 weken geduurd eer dat ze binnen waren. 6 of 7 weken, zoiets. Maar ja, tot nu toe ben ik alleen maar heel blij ermee. We zullen zien als ze hangen. Laat ik jullie weten of het wat is. Dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? Don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, forever, forever. En alles hangt. Ook hier hangen ze. Deze hangen nog wel heel breed, maar er staat op de gebruiksaanwijzing, zeg maar de verzorgers. Dingen dat het 3 weken moet hangen en dat je dan het finale resultaat gaat zien. En deze hangt ook. Plooigordijntje. Helemaal top. Het verandert heel erg van kleur in elk licht. Het is nu redelijk grauw buiten, dus ze lijken redelijk grijs. Maar als het dan wat warmer is, dan zijn ze ineens heel beige. Want er loopt eigenlijk een soort van beige draad door. Dus het is wel leuk dat ze een beetje wisselen van kleur. En we gaan daar nog van die embrasses heten. Van die dingen bij hangen dat dat samen genomen wordt. En dat we de pakketten iets meer uit het raam kunnen halen. Het is ondertussen 4 uur en ik, zoals je hoort op de achtergrond, de droogkast staat aan. Dus ik heb wat wasjes gedraaid, ik heb een beetje gestreken. En ik moet nu dus mijn drankje gaan drinken voor mijn suikertest. Ik probeer mijn AirPods terug te steken. Maar dat werkt niet helemaal.
Ik heb binnen een dik uur afspraak om mijn bloed te laten nemen voor de suikertest. Ik weet dat dat overal anders wordt gedaan, maar bij mijn vroedvrouwenpraktijk krijg ik het drankje mee naar huis. Ik moest het tussen 4 en 4:15 drinken, dus dat is nu. En dan tegen 5 uur, of om 5 uur, heb ik mijn afspraak daar om mijn bloed te laten nemen. En dan gaan we kijken voor zwangerschapsdiabetes. Ik hoop dat ik hiervoor slaag, want ik heb echt geen zin om die tweede test te doen. Ik ga er wel een glaasje water bij pakken, want ze zeiden dat ik wel nog water mocht drinken. Dus ik ga er een glaasje water bij pakken. Want ik denk dat dat echt gewoon super smerig gaat zijn. En ik maak dus gedurende dit uur, voor ik daarheen ga, ook geen mega fysieke inspanningen meer doen. Dus, komt goed. Ik ga lekker met mijn laptop op de bank zitten. En we gaan dat even opdrinken. Hallo allemaal, het is ondertussen de volgende dag. Ik heb gisteren na mijn suikertest niet zo heel veel meer gevlogd. Ik ben vandaag lekker een dagje thuis. En wij gaan zo meteen samen naar de gemeente of naar het gemeentehuis om zo weer het kindje te laten erkennen. Dat is aangezien dat wij nog niet getrouwd zijn, is het het gemakkelijkste als je voor de bevalling het kindje laat erkennen op de gemeente. En dan kan Zoe na de bevalling gewoon alleen naar het gemeentehuis om het aan te geven. Anders moet ik ook nog mee. En ik denk niet dat ik daarna de bevalling echt heel veel zin in ga hebben. Dus dat gaan we zo meteen even doen. En vandaag krijg ik ook dan de resultaten van mijn suikertest gelijk terug. Dus ik ben heel benieuwd. Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten, maar we zullen het zien. En ja, verder vandaag niet zo superveel op de planning. Ik denk dat ik vanmiddag eens misschien onze kledingkasten eens ga uitruimen. Ik heb zin om dat te doen. Het nestelen is echt begonnen. En aangezien dat we nog een beetje moeten wachten op het kamertje, hou ik me bezig met andere dingen die ik wel al kan doen. En status van de gordijnen ondertussen. Ze hangen er nu 4 dagen. Ze hangen echt al een pak beter. De plooien beginnen er echt heel mooi in te vallen. Alles begint een stuk beter te hangen. Ook al stond op de verpakking 3 weken minstens laten hangen. Ik vind dat het nu al echt een heel ander beeld is. Alleen hier, dus deze is echt super ook qua maat en zo. Maar ik vind dit een beetje kort. Ze hadden dit gerust van mij zo lang mogen maken als deze. We hebben hierachter nog zo'n klein zonneweringje hangen. Maar dit is echt voor mij net een beetje te kort. Ik moet best echt wel met mijn handen omhoog gaan. Dus ik denk als we voor de babykamer ook zoiets gaan bestellen, dat ik dat wel even moet meegeven, dat ze dat misschien wel langer maken. Het is maar een tip. En wel, gaan we gezellig naar buiten kijken. Het is ondertussen namiddag en ik heb hier friends op staan boven. En ik ga eens aan de slag met onze kasten hier in de slaapkamer. Of toch al sinds met mijn kasten. En dan wacht ik wel tot Zoe mee kan kijken voor zijn kasten. Dus ik heb mijn fles water erbij gepakt en ik ga daar eens even doorgaan. Ik heb het nog niet zo heel lang geleden gedaan, maar er zijn toch weer al een aantal dingen waarvan ik deze winter dacht, ja, pff, die zijn genopt of die zijn lelijk of ja, ik doe ze niet meer zo graag aan omdat ze er niet meer zo goed uitzien. Of er dingen op zitten die ik er niet meer uit krijg of I don't know what. Dus dan ga ik het even goed door. Ik ga mijn kast dan ook eens helemaal organiseren terug netjes mooi alles een plekje geven en ja, dat gaat de boel wel opleuken, want het frustreert me altijd nu telkens als ik mijn kasten open doe. Ja, let's do this. Forever. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? Dit is tot nu toe al de stapel die weggaat, toch weer al een stuk meer als ik verwacht had. Maar het zijn gewoon echt stukken die ik, waar ik al eens door ben gegaan bij het opruimen. En dan dacht ik, ja, als ik ze nog altijd niet gedragen heb, dan mogen ze weg. En bij heel veel dingen gewoon eens heel realistisch naar gekeken. Dus die kunnen weg. Die ga ik naar een tweedehandswinkel brengen hier in de buurt. Die ze dan weer doorverkopen. En dit ga ik eens eventjes allemaal mooi opruimen. Dit is nog een twijfelgeval. Ja, ik weet niet of ik die tekst nog zo leuk vind. Dus dat is nog een twijfelgeval. Dit moet in onze kerstdoos. Baby, it's cold outside. Die moet nog even apart. En ja, het gaat goed, vind ik. Ik ben echt super blij dat ik, was voor de was, dat ik zoveel heb kunnen wegdoen. Die mag ook nog weg. Ja, en dan ga ik daar nog wat truien leggen die ik heel veel draag. Dat ga ik een stukje bewaren voor zwangerschapsdingen. En dan heb ik daar bovenaan allemaal topjes en zo teruggevonden. Want alles was echt zo heel erg naar achter geschoven. Dus ik ben echt super blij
met de vooruitgang die ik gemaakt heb. Onze camera nu ook zo focussen, dat zou ook heel tof zijn. Zo, we zijn ondertussen een paar uur verder en ik ben weer omgekleed. We gaan namelijk iets drinken met een vriend van ons. Gewoon vanavond gezellig iets drinken, niet te laat maken. Want ik moet morgen wel weer werken. Ik leg dan meestal alles al klaar voor de volgende werkdag. En ik heb de resultaten van mijn suikertest terug. En helemaal toppie. Ik ben echt mega goed geslaagd. Ze zei echt dat het echt heel goed was. Je moest onder de 110 eenheden zitten. En mijn bloed zat op 64. Dus dat is wel echt top. Ik denk altijd, jaren training van al die suiker te eten. Al mijn jaren suikerverslaving. Let's let to this. Dus daar ben ik super blij mee. Het enige dat is uitgekomen is dat ik heel laag in ijzer zit, wel blijkbaar. Dus daar krijg ik een voorschriftje voor om wat ijzersupplementjes bij te nemen. Maar voor de rest, tiptop in orde. Ik kon ook verder niet echt heel veel kwaad zijn. Het is maar gewoon om reserves op te bouwen voor de bevalling en na de bevalling. Als je dan toch veel bloed verliest. Dus ja. Ik kreeg deze hier ook nog binnen deze week. Super leuk. Die wou ik echt heel graag met jullie delen. Namelijk iets nieuws van Antrop Avenue. Zoe geeft ondertussen de katten te eten. Ta-ta-ta-ta! De Power Platters. Antrop Avenue is een Antwerps merk. Zoals je het wel kan begrijpen. Met een naam. En is ontworpen volledig door Jessica. Of Jessica. En zij is eigenlijk oorspronkelijk begonnen met telefoonhoesjes. En ze doet daar nu ook andere hoesen bij voor laptops en notebooks. En zij is dus nu ook uitgekomen met haar eigen planner. Dus super cool. Hij is roze met metallic goud, met een roze ringband. En hier van die verstevigingen ook mooi in het goud. Ik zal jullie even snel de indelingen zo laten zien. Dus don't call them dreams, call them plans. Ze heeft hier ook zo wat van die tapjes gemaakt, dus goals. En dan kan je een beetje opschrijven hoe ver dat je zit. Dit is de planner zelf. Should, would, could, did. Het is eigenlijk een heel fijne overview. Dus ze heeft twee verschillende soorten gemaakt. Dit is een beetje de weekly overview. Dus je hebt hier alle dagen staan met genoeg ruimte om te schrijven, focus. En dan heb je in de zijkant nog this week's focus, people to see or call, shopping list, health goals, weekly goals, personal, weekly goals, work. En dan aan deze kant heb je follow-up en things I'm grateful for. En ze heeft dan altijd zo'n heel leuk graphic hier staan. Dat is overal anders. En dan daarop volgen altijd ook nog wat meer gedetailleerde pagina's. Dus meer echt per dag. Er staat ook nergens een datum bij. En dat vind ik echt zelf heel top. Dat je dus zelf gewoon de datum kan invullen. En als je dan eens een week zegt van ik ben met vakantie, ik wil niet zo heel veel plannen, ben je die week aan pagina's ook niet kwijt. Dus plans for today, exercise and self-care, don't forget. Goals for today, ook weer personal and work. En dan heb je hier ook nog notes en brain declutter. Dus echt een paar blaadjes. Ik kan ze niet vastpakken. Een paar blaadjes om een beetje te scrabbelen. En ik heb ook een leuke code voor jullie. Met code Paulien10 krijg je 10% korting in de hele webshop. En ik zal sowieso een linkje naar de Power Planner hieronder in de beschrijving zetten. Dus go check it out. En ik ga hierbij ook deze week vlog afsluiten. En gelijk op een nieuwe beginnen voor volgende week. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Volgende week alweer 26 weken zwanger. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En dan zie ik jullie volgende week meer. Met allemaal leuke dingen. En meer zwangerschapsdingen ook. Tot volgende week. Bye. Do you know?